YouTuber, een immens populair beroep onder de jonge knapen tegenwoordig. Iedereen wil het worden, daar kan vermoedelijk veel centen mee worden verdiend. Ja, wie wil het niet? Maar om YouTuber te worden moet je natuurlijk filmpjes plaatsen op het platform YouTube. En iedereen moet ergens beginnen. Vandaar dat ik vandaag wil kijken naar mijn eerste vlog. En dan gaan we dat sorteren op... Wat zullen we doen vandaag? We beginnen wel even bij vandaag. En dan ben ik benieuwd welke nieuwe vloggers in de grond uitkomen. Hallo! Welkom weer bij een nieuwe video van Don. Op zich, voor je eerste vlog en dan al 43 weergaven en 14 likes. Dat is echt niet verkeerd hoor. What the fuck, 91 abonnees, hoe de hel? Really? 91 abonnees, 14 likes, 43 weergaven voor je eerste video. What happened? In mijn tijd, toen ik een video uploadde, werd die gewoon niet bekeken. Gewoon, wat, 5 weergaven, zoiets? Meestal door mezelf, omdat ik dan elke keer terugklik om te kijken, weet je. Mijn eerste dagvlog. Woutje, ik ben benieuwd. Show me the good stuff. Super tof, jullie kijken naar zo'n gloednieuwe vlog. Mijn naam is Lovia Nambevel. Zoals jullie kunnen zien, ik ben net wakker. Ja, een uur geleden. Je bent net wakker. Nee, dat kon ik eerlijk gezegd niet zien. Wel zoetsappige 360p. Oh nee, wat verschrikkelijk. Leuke intro. Zojuist ben ik geabonneerd. Ik ben benieuwd naar de volgende video. Neem gerust een kijkje op mijn kanaal. Als je het leuk vindt, kun je gratis abonneren. Groetjes. Studio Agus. Jij bent hetgene wat er mis is met dit platform. Stik erin. Je hebt helemaal niet naar de video gekeken. Je kwam hier gewoon alleen om dit te zeggen. Neem gerust een kijkje op mijn kanaal. Fuck jou. Sorry, we gaan terug naar Wout. En we gaan dadelijk de cadeautjes van mijn moeder uitpakken. Oké. En daarna... Ja. Komt er waarschijnlijk FIFA-video online. Oh, ja. Daarna... Ja. Staat de FIFA-video al online? Ik ben benieuwd naar zijn FIFA-video. Nee. Ik zeg, let's go voor de dag. Let's go voor de dag. Ik zeg, let's go. Nou jongens, ik zeg, let's go. En dan kikt hij hem af. Ja, mooi. Oké, er is niet veel gebeurd in vandaag alleen. Laten we deze week dan even bekijken. Mijn eerste vlog in Parijs. Ja, maar deze doet al meer, toch? Nee, dit is ook gewoon echt de eerste vlog. Oké. Hoi, mijn naam is Lisa Krijgsman. En ik ga beginnen met vloggen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Naar te kijken? Wat is dat accent? Naar te kijken, wacht even. Beginnen met vloggen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Kijken. Ik heb het gevoel dat het Noords is. Misschien Friesland, misschien. Maar hoe kan dit? Eerste vlog, Parijs, bab bab, 63 abonnees, 35 likes, 676 weergaven. Wat in een eerste vlog? Waar komt dat vandaan? Ja, misschien hier vandaan. Heeft 1100 volgers. Oké. En ja... Ik ga een beetje voor mezelf uitzoeken of ik dit leuk vind om te doen. Maar ze heeft, kijk, de regel wel al gelijk in orde, hè. 10 minuten en 4 seconden. She knows. She's up to date. Oh mijn god. Oh, ja. Dit is meestal inderdaad het vloggen van als mensen niet helemaal weten wat ze moeten. Dat heb ik zelf ook nog heel vaak hoor. Dat je gewoon omgeving meer filmt. En dan heb je eigenlijk meer sfeerbeelden dan dat je daadwerkelijk jezelf hebt gefilmd. En er is op zich niks mis mee. Alleen ja, om naar sfeerbeelden te kijken met muziek is niet helemaal hetgene wat mensen willen, denk ik. Rania Vlogs, mijn eerste vlog. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van Rania Vlogs. Voor mij is het een vlogvideo voor jullie. Ja, gaat het super leuk worden. Ik kan het ook voorstellen dat het gewoon echt de telefoon gewoon op zo'n bureautje ligt, weet je, met eigenlijk iets erachter ter steun, maar dat is niet stevig genoeg en dan klapt hij achterover. Ja. Oh, hilarisch. 20 minuten voor je eerste fucking vlog, what the hell. 52 weergaven, 10 likes. Eerlijk waar de fuck komt dit allemaal vandaan, joh? Ik verbaas me hierover. Dat er over het algemeen gewoon zoveel meer verkeer is op dit platform. Het is echt heel gek. Ik ga naar buiten en ik neem jullie mee. Ik heb even een hoge gedaan. Hallo, wacht even. Even heel snel. Oh, mensen. I I don't know. Oh ja, de ik schaam me voor wat ik doe vlog. Dus dan hou ik mijn camera zo laag mogelijk. Wat je dan krijgt is een neusgatenvlog. Ah, dat is geweldig dat. Mijn eerste vlog van Avi Power 2008. Jij bent te jong voor dit platform, dus het is een kwestie van tijd voordat je geband wordt. Avi Power 2008, tussen sterretjes, ik laat mijn gezicht niet zien. Ja. Ja? Oké. Ja. Ja. Goed zo. Ja. Nou, goed, hè, weet je. Nou, weet je, oké. Hè? Mijn eerste vlog was ook niet denderend. Dat kan ik ook wel even vertellen. Ik kan het wel vertellen, ik kan het ook gewoon laten zien. Dit is mijn tweede vlog, maar deze is ook wel echt heel denderend. Wil je de tour door het huis of wil je meteen mij pijpen? Zullen we maar pijpen? Oh shit, kan het wel. Lekker man, lekker hoor. 2013 dit. Jezus man. Meer dan 5 jaar geleden. Godver. Ja, dames en heren, mijn naam is Don. Weer even tijd voor een vlog of iets dergelijks. Lekker bezig, pik. Oh, mijn oude kamertje bij mijn ouders nog. Ik ga vandaag naar Hilversum toe. Ik ga naar Milan toe. Oh, ik weet nog wel de comments. Die zeiden allemaal, heb je lipstick op? Maar dat kwam, ik weet niet, door die kleurenfilter van die camera of zo. Die was niet helemaal lekker. Je moet de camera stilhouden. Of was het mijn telefoon? Volgens mij was het mijn telefoon. Oftewel, Iron Mist Die of een... Maar met een telefoon filmen is echt al de worst. Je moet de camera stilhouden. Je vindt jezelf wel erg grappig. Ja. Leer vloggen. Nou ja, weet je, dat deed ik daar. Waarom beweegt die camera? Waarom trilt hij? Mooi man. We zijn er netjes uit, ja. Jezus. Dat kunnen we van jou niet zeggen. Maar wat doe ik ook gewoon? Ja. Het is anders een beetje... Ja, dat is een strak plan. Oh my god. Weet je, kijk, dit is ook een beetje de reden dat ik dit ook gewoon online laat. Omdat het gewoon zo fucking... Het is zo shit. En in vergelijking met wat ik dan... tegenwoordig maakt. Nou, er zit een enorme verbetering in. En dan wil ik dat, zeg maar, mensen daar een les uitnemen van, weet je... Kijk, ik begon in... Dit is dan 2013. Dit is een 1,5 jaar verder. En een van de eerste vlogs die ik had gemaakt. Het is gewoon, wat dat betreft, een kwestie van oefenen. En dat wil ik hiermee laten zien. Je begint gewoon kut en uiteindelijk wordt het wel beter naarmate je het vaker doet. Mijn eerste vlog. Leuk, kijk naar deze gloednieuwe video. Dit is de eerste vlog die ik ga opnemen, dus ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Artikel 13. Hè? TV's zit op de achtergrond. Eigenlijk maak ik hier, of drijf ik ook een beetje de spot hier met artikel 13. Aangezien ik letterlijk het materiaal van dit meisje kijk. Ik moet me eens even een keer beter verdiepen in artikel 13. Er waren best wel wat vragen vanuit jullie. Van, hey, kan je eens een keer gewoon wat meer vertellen over artikel 13? Ja, maar ik heb zelf nog te weinig onderzoek naar gedaan. Dus dat moet ik eerst even doen voordat ik daar een video over maak. Goed, we gaan verder. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen hier beneden. Ah, nee. Dat gaan we dus even lekker niet doen. Eerlijk waar, als jij begint met YouTube, waag het eens om in de eerste 10 seconden te vragen voor een blauw duimpje. Dat is een walgelijke instelling die iedereen gelijk moet afleren. Ik ben over het algemeen best open-minded. Als iemand een goed argument heeft, dan zit ik van... Oh, ja, prima, weet je. Maar je kan gewoon me niet overtuigen door gewoon in de eerste 10 seconden al om een blauw duimpje te vragen. Want dat is, zeg maar, misbruik maken van het beoordelingssysteem van YouTube. Je kan een video pas beoordelen nadat je hem in zijn geheel hebt gezien. In deze eerste 10 seconden ben je misschien hartstikke schattig en leuk. Ja, dat is wel leuk hoor. En dan doe je een blauw duimpje omhoog. En dan spendeert ze de rest van de andere 6 minuten aan nazi-propaganda. Weet ik veel. En zo, oh jezus, wat heb ik nou weer geliked, weet je. Dat weet je niet van tevoren. Je weet niet van tevoren of de video kut is of niet. Dus als jij zo'n klojo bent die een video liked, zodra je hem ziet... Gewoon echt, zodra je hem aanklikt, stop ermee. En elke YouTuber die in de eerste 10 seconden daarom vraagt of een challenge doet van... Hey, ik heb een challenge voor jullie. Zullen we de 5000 likes halen? Nee, ook mee kappen. Jullie maken allemaal misbruik van het beoordelingssysteem van YouTube. Kutkoppen, nokkanaal. Een beetje voor je mond. En een bidon voor om te drinken. Dat is wel handig. Oh, dat is wel geinig. Ze gaat gewoon de tas inpakken. Deze doet het nog best wel goed hoor. Doe je goed, Noah. Niks mis mee. Weet je, ja, het is een begin. Ja, het is niet kwaliteit waar mensen... Oh, wacht, het is wel kwaliteit. Waarom stond hij dan op 360p? Waarmee ga beginnen is de stikmetals doen. Ja, doet ze hartstikke leuk. Ja. Er zit zeker wat potentie in. Kijk, het is niet constant zoeken naar woorden. Dat is waar de meeste mensen over struikelen in het begin. Is gewoon niet weten wat ze moeten zeggen. Want uiteindelijk, ja, dat stom lullen voor de camera, dat kan je jezelf wel aanleren. En dat kan je in het begin niet. Dus je moet leren stom te lullen. Maar Noah, die heeft het al wat dat betreft best goed voor elkaar. Ze had zeg maar een onderwerp gepakt van de tas inpakken voor hockey. Nou, en dan vertelt ze een beetje over hockey, et cetera. Ja, dit is goed. Dit is leuk. Dit is mijn eerste video en dat moet natuurlijk even gevierd worden. Vuurwerk? Welke dag is het vandaag? 30 december. Ja, oké, dan snap ik het wel. Wat is dit? Zandvoort? Ergens aan zee in ieder geval. Nou, leuk. Oh, gast. Nu al in aanraking met de politie? Vraagteken, uitroepteken. Ik zie het al gebeuren. What the fuck? 211 weergaven. 20 likes. Hoe kan dit? Dit verbaast mij zo erg. Dit is meteen ook mijn eerste vlog en het is gewoon een dagvlog, want ik film nu wat ik ga doen vandaag. Ze herkent zelf ook al een beetje van, ja, misschien is dat eigenlijk ook wel gewoon compleet kut. Ik heb me net aangekleed. Goed zo. Wat ik nog moet doen is eten en dat ga ik dus nu doen. Oké. Oh, dat is wel echt compleet kut. Een timelapse van je eten. Hoe oud is zij? 13 jaar oud. Oké, dat mag dan nog wel. Ja, er is zo'n regel op YouTube dat je voor je eigen account moet je 13 plus zijn. En dan ben je daaronder, zou je eigenlijk technisch gezien geband mogen worden. Ik heb nu gewoon eigenlijk een beetje naar materiaal gekeken. Gewoon, we hebben gewoon een beetje over het algemeen zitten lachen, weet je, hier en daar. Het lijkt me misschien een idee. Ik weet niet of dat voor jullie ook wel geinig is. Als ik gewoon af en toe even een paar filmpjes pak en dan gewoon even er kritisch naar gaan kijken. En misschien gewoon wat opbouwende kritiek geven. Ik weet niet of jullie dat wel vinden. Laat het weten in de reacties of jullie dat wel geinig lijkt. Ga dan niet gelijk je eigen kanaal ermee pushen. Want dan, ja, kinderen die vragen worden overgeslagen. Maar misschien kunnen we eens een keer gewoon eens naar een reeks van echt zulke soort filmpjes kijken. En gewoon eens echt kritisch naar film, ja, of videoopbouw kijken. Aan de andere kant, weet je, wie de fuck ben ik nou eigenlijk weer om dat te bepalen? Goed, whatever. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit leuk? Beloon het met een duimpje omhoog. Wil jij 2 andere video's zien? Staan toevallig hier. Toevallig heb ik ze erin gezet. Heel toevallig. Ja, dat is wel een beetje toevallig hoor. Deze hoef ik niet meer op te doen. Ja, tot de volgende keer hè. Doei doei.